En actie. Hallo, mijn naam is Lipman, dokter Lipman. Hallo. Ik neem u vandaag mee door de openbare bibliotheek Kortrijk. Gaat u mee? Op het gelijkvloers vinden we alle materialen voor volwassenen terug. Romans langs de ene kant, non-fictie langs de andere. Dit instituut van kennis- en collectievorming gaat mee met zijn tijd. Niet alleen koffie, maar ook graphic novels en kunstboeken. Om deze wereld vol onrecht en armoede blijvend in het juiste perspectief te plaatsen. Strafspul. Speciaal voor de Erasmus-immigranten die zich liever niet onderdompelen in de cultuur en de taal van het fiere Vlaamse volk. Hebben we hier een collectie Engelstalige literatuur, veilig verborgen in dit uithoekje van de bibliotheek. Hier op het eerste verdiep vinden we de poëzie- en theaterwerken terug. Het epicentrum van de collectie, het kroonjuweel van de... Ik denk niet dat dit de studenten zou... Jongeman, beseft u wel wat de verdiensten van Willem Butler Yeats en Dante Alighieri hebben teweeggebracht in de stroomversnelling van de postmodern... Klaar? Dit is het OLC, het Open Leercentrum, het kloppend hart van de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Om aan al jullie subversieve pleziertjes te voldoen, wachten hier 10 hypermoderne supercomputers op jullie. En op deze media-pc's kan je foto's en video's van je wilde studentennachten bewerken. In de Oranje Zaal kan je tijdens de blok in alle stilte komen studeren. We nemen even een kijkje. De kelderverdieping staat vol met mega-mediawijze materialen. Zoals 140.000 cd's, waaronder deze Duitse amusementsklassieker, Ganz toll. En 10.000 films en tv-series voor wie klaar is met Netflix. Wat dit is, weet ik niet, maar er zijn er meer dan 300 van. En dan verbergen de magazijnen nog allerhande schatten. Een prachtcollectie vinyl, bijvoorbeeld. En 50.000 extra cd's en singles. En kranten en tijdschriften vanaf het jaar 1830, het jaar waarin België onafhankelijk werd. Mail daarover in de bibliotheek. Ben ik nog iets vergeten? Oh ja, alles is hier gratis. Wifi, water, een babbeltje, de rust... Dus hartelijk welkom in de openbare bibliotheek van jullie nieuwe thuishaven Kortrijk.